De first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welkom to the AA. Als je bezig hoort, is er ook nog tandaard. Mm -hmm. Ja, het lijkt wel nou, dat, het, dat dat financieel heel, heel zwaar moet zijn om, om, ja. om zo hey, in zo'n sport waar dat er geen voetballersalarissen worden uitgedeeld. Mm -hmm. Om ervoor te gaan. Ja, dat is het tot op heden nog altijd ook. Alleen het is soms... Ik heb jij nog koffie, Karel. Uh, nee, misschien. Nee. Nog... Ja, tot op de, deze, dit moment is dat nog altijd ja, een, jammer, een jammere bijzaak van zo'n onderneming te doen. Uh, is dat dat enorm veel vergt van, van investeringen, van, van ja, tijdsinvesteringen, maar ook financieel. Uh, ja, op een duur was dat in het extreem aan het gaan. Dat, dat uh, ja... Like mijn vrouw en ik hadden een huis gekocht en we wilden een verbouwing doen. En op de duur kregen we zelf die, die renovatie re lening niet, omdat een bank zei van ja, moet wel een keer doorwerken nu en je en, moet wel mm -hmm. kunnen tonen. Ja, ik was op de duur veel aan het trainen. Um, ja, ze vroegen dan ja, hoeveel zijn er nu aan het werken? Dat was dan net voor de Barclay. Ik was tweeënhalve dag in de week aan het werken omdat ik de rest van de tijd moest trainen. Maar hij vindt die sponsorcontract niet of, of het was altijd net niet. En, 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 ja, tot op heden is dat een beetje een jammere bijzaak van dat financiële, dat dat wel een grote investering blijft. Is, is het ja. huis zelf ondertussen? Of, uh... um, we kunnen er bijna in. Ja, 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 okay. ja. <laughs> het is uiteindelijk wel goed gekomen. Um, maar ik, nu ook, ik heb nog, nog doelen, maar, maar in al mijn communicatie zeg ik nu ook aan sponsors van oké, okay, kijk, ik heb, allez, ik heb niet alleen een break-even nodig, maar het moet ook iets zijn. als ik, allez, Het volgende doel is, is voor de lengte van Nieuw-Zeeland te lopen. Als ik opnieuw twee ja. maanden weg ben en, en een half jaar soms deeltijds werk voor, voor die uren training te kunnen doen, ja, moet ik wel iets van compensatie daarvoor kunnen hebben. Uh, want, want als ik daar aan het lopen ben, ja, de, de lening blijft lopen, de huur blijft lopen, uh, de, de facturen ja, die blijven. niet En dat is een beetje het jammer ook. Allee, tot, allee, nu begint dat een klein beetje los te komen, maar tot, tot twee maanden geleden had ik, had ik meer verdiend in dat jaar dat ik bij, bij de Rode Duivel Zuid-Leo aan het voetballen was, in vierde provinciale, dan... dan dat ik al twee wereldrecords gelopen had en, en in een ultralopen dus. Ja, sponsoring, ja. Met alleen uh, het inschrijfgeld van de Barkley Marathons <laughs> voor te schieten zal het ook niet komen, nee. natuurlijk. Nee, dat is wel eens aan een dollar zestig ja, of sorry, zo. Ja. 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 Absurd waar. En een nummerplaat. Ja. Ja. Fantastisch. Ja. Want ja, daar komen we natuurlijk nu aan. Hè. Hetgeen uh, mm -hmm. de kee wel wilt weten, maar die een documentaire trouwens voor iedereen dat dat nog niet heeft gezien. Zelfs al heb je absoluut niks mee lopen, mm -hmm. is dat onwaarschijnlijk. Mm -hmm. hè? Ja. Maar dat is, dat is iets uh, onwaarschijnlijk uniek. Zelfs onder de meeste heavy trailruns van de wereld, is ja. dat toch iets nog waanzinniger voor mm -hmm. een of andere mm -hmm. gestoorde redenen. Ja. Um, ik denk dat, dat uw vrouw in een documentaire vertelt dat, dat, dat zij en Joren het gezien hadden en het dan mm -hmm. tegen u hebben gezegd. Was dat op basis van die documentaire of hoe zat het um, dat jij dat te weten kwam? Ik, ik had dat natuurlijk af en toe al een keer horen waaien over, over Den Barkley, mm -hmm. uh, maar het was inderdaad pas bij die release van die documentaire dat we een keer samen gekeken hadden mm -hmm. en dat we dan zagen van oké. Okay, uh, ja. Interessant. <laughs> Was die reis bekend toen eigenlijk voor de documentaire? Uh, of... Heel niche, heel niche. Ja. Mm. Hey, dus ultralopers kennen die allemaal, maar, maar buiten... Allee, en, allee, ik moet zelf niet zeggen, ultralopers kennen die allemaal. Uh, een, een klein deel van ultralopers kennen de Barclay Marathons. En, en degene die hem kennen, weten de impact ervan en weten hoe legendarisch dat hij is. Uh, mm. Maar de grote boost is eigenlijk pas gekomen met die documentaire van, uh, die dan op Netflix gekomen is. Ja, ja. Want dat wil eh, nog even uh, kort samenvatten. Je hebt, je hebt er een heel uitgebreid verslag over gedaan toen, dat je hem gezien het, uh, Maar er is een, 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 uh, dat is ook een soort vijf loops mm -hmm. dat, je, dat je moet lopen mm -hmm. van elk ongeveer marathon lengte, wordt ja. er toch gezegd. Het zotte daaraan is, er is geen een trail. Dus jij moet eigenlijk... Uh, hè, want daar, daar wil ik het al direct al over hebben. Mm -hmm. Uh, je hebt zo twee gasten, Lazarus Lake, eh, Gary Cantrell en Raw Dog, dat is mm -hmm. de nendere, die hebben dat mm -hmm. eigenlijk een beetje verzonnen. Die, die marathon is een, een beetje gebaseerd op, op de ontsnapping van James Earl Ray, eh, de huh? moordenaar van Martin Luther King. Mm -hmm. Die hadden in een, een aantal dagen, was die spoorloos ja. bleek dat hij maar 8 mijl ver geraakt was het, ja. en Lazarus Lake had zo met zijn grote mond gezegd, in die tijd had ik al 100 eh, mijl gelopen, ja. Ja. Zodat, en daar kwam het eigenlijk mm -hmm. het idee vandaan. Hè. Ja. Het, is, het is een soort heel onherbergzaam stuk, mm -hmm. heel veel op en af, heel veel ja. door wouders, door, door de, de, de meest waanzinnige, die ja, doornstruiken ja. ook zo dadelijk over hebben. Maar dat is het dus, en eigenlijk is dat een soort bijna mythisch ding om daarin te gaan, want je geraakt er ook niet zomaar mm -hmm. in. Hè? Mm -hmm. Dus ik, ik, nu, ik neem aan dat jij niet zomaar kunt vertellen hoe dat je er wel in geraakt, mm -hmm. maar je moet wel een soort, ja, bijna, je moet er eigenlijk een brief naar schrijven, of een ja. soort... Een essay schrijven. Een essay mm -hmm. schrijven, en ja. dan moet je op basis daarvan zeggen... Kiezen of dat je mocht meedoen of niet. ja. ja. Het is de titel van de essay zijn Why I Should Be Allowed to Run the Barkley Marathons. Ja. Yeah. Yeah. En uh, wat ik al wel een goeie vond, is gehaald direct, uh, je, je direct een uitspraak van Yoda naar boven. Eh. Do or do not, there is no try. Maar wat ik grappig vond, was dat je daarin zegt: ja, maar deze wil ik toch proberen. <laughs> ja. Ja. Ik het, ja. Ik was realistisch ook um, bij die snelheidsrecordpogingen. Vind ik dat er meer sprake kan zijn van do or do not, there is no try. Als ze zegt ik ga dat doen. Als je bereid bent van extreem diep te gaan, ja, kun je altijd nog die extra kilometer erbij doen s'avonds laat en, en s'nachts in een Barkley. Hij ja, bestaat sinds, sinds 1987. Mm -hmm. En er zijn maar 15 mensen in een om het om te om finishen. Uit te lopen, dus ja. wist ik ook, zelf met, met mijn achtergrond, dat ik niet moest gaan zeggen van ik ga dat iedere keer komen. Uh, allee. Ja. Toch komen doen. Ja. Het is een, een, een groot onderdeel van die wedstrijd. Van hoe ga je om met feit? Dat dat als een, als een zwaard van Damocles boven nu hangt. Van ik ga hier kunnen falen, nee, ik ga falen. Hij zit achter op het tijdschema, alles, alles gaat moeilijk. Mm -hmm. um, dus ik was van in het begin realistisch van: oké, okay, er gaat hier een ander deel try, inzetten sowieso. En wat is, want dat is natuurlijk uh, de, de vraag. Um, je hebt die waanzinnige dingen die je al gedaan hebt, mm -hmm. en toch is dat harder? Wat is daar harder aan? Dat gaat voornamelijk die, die tijdslimiet zijn, enerzijds. Mm -hmm. He, dus die 100 mijl afleggen. Op zich allee, als ze een dag extra krijgt, zou dat een heel ander uh, allee, slaagpercentage zijn of finishrate zijn. Mm -hmm. 60 uur voor 100 mijl en dat type terrein. Allee, het concept van die wedstrijd is erop geëvolueerd om het tot op de grens van het fysiek en mentaal haalbare te maken. Mm -hmm. um, dus. Ja, tussen finishen en niet finishen gaat voornamelijk die tijdslimiet van 60 uur. Wat dat, dat lijkt heel traag. in Gemiddeld is dat 3 kilometer per uur of zo. Mm -hmm. Maar op dat type terrein, waarbij dat je met elkaar dan kompas aan het navigeren zit, dat je een gemiddelde hellingsgraad hebt van, van 40%. Mm -hmm. um, ja, dan zit je voortdurend met die tijdslimiet um, in je achterhoofd. En, en dat is de grote reden. Als je je lust niet binnen de correcte tijd finisht hebt, moet je wel stoppen. Ja. Um, dus dat is reden nummer één. Een andere reden zijn die weersomstandigheden die het extreem zwaar maken. Hey, dus ja. Lazarus organiseert het altijd rond 1 april, omdat, ja, April's Fools... Uh, The joke. De joke, ja, ja, ja absoluut. Ik hey, vind het uh, fantastisch om daar... Allee, en, je ziet en... wel een heel sadistisch kantje <laughs> aan die gasten. Hey. Ja. Want dat ziet er een, een toffe... Vindt het, maar... Die, het is Je, een toffe, het is je een toffe. merkt wel, <laughs> zo die bijna... Dat sardonisch genot dat mm hij -hmm. heeft in toch links en rechts toch weer eens iets te verzinnen dat nog erger is mm -hmm. dan ervoor. Ja, hè? Want ja. je kunt ook en, je kunt geluk hebben met weer, maar je kunt ook enorm veel pech hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Want ik had het gevoel dat jij in een jaar zat waar de weersomstandigheden verre van ideaal waren. Ga... Allee, die, het jaar van die documentaire was een heel uitzonderlijk heel jaar. Heel Heel ja. uitzonderlijk. Ja. Okay, Op zich... Ik altijd een warm jaar verkozen hebben voor al die moeilijke omstandigheden, dat normaal zijn. Uh, concreet bij ons waren we gestart aan, aan 24-25 graden en de eerste nacht begon het te sneeuwen en, en was, het, uh, was het min, min 10 graden. He, dus die, die temperatuur schommelingen zijn enorm, maar dat is iets dat elk jaar daarvoor komt. Het is echt een microklimaat Het is een heel ruwe bergketen en, en ja, alles die over de, over de Midwest waait, komt eigenlijk. Op die bergketen terecht en, en alles die maar kan ontploffen en, en die kan een storm veroorzaken, gaat daar op, op openbaar Zeker eind maart, begin april. Ja. Dus hij is gewoon inherent onderdeel van die Barkley Marathons dat je een t-shirt-to-loop start. En tegen dat je terugkomt, ligt alles ondergesneeuwd. En, uh, ja mm -hmm. en dan is het zoveel complexer geworden ja. nee, een van de dingen ook waarom het documentaire zo leuk is want ook als documentaire, is het is een sterke mm -hmm. documentaire mm -hmm. is dat er uh, ja, dat er wel heel veel op het mysterie gewerkt wordt mm -hmm. uh, nu niet dat je per se alles behind the curtain moet geven maar als je als niet loper en je kijkt daar gewoon naartoe dan heb je vaak zo het gevoel dat het uh, dat de regels en ook de map en zo en de richtlijnen dat hem geeft, mm -hmm. want er is dus inderdaad geen pad, het is mm -hmm. eigenlijk meer een verhaal dat hem schrijft. Ja, ja. Nu, dat wil ik dan toch even weten, want het is bijna te geloven. Tussen al die uh, filmische chaos mm -hmm. voor iemand zoals jij, daar, mm -hmm. zat toch, daar zit toch een soort logica in, want anders heb je niks. Of is het echt. Je moet toch echt praten met, met veteranen die het al gedaan hebben, want allez, zwart op wit, als ik die, die richtlijnen kreeg. Jij, kun je in ene zin zeggen dat daarin staat? Bijvoorbeeld, dat Bij gezicht... bijvoorbeeld ja. um, voor een boek te vinden, He, dus, allee, ik zal dat anders kort nog even uitleggen. Om mm -hmm. te bewijzen dat je de lus gedaan hebt, ja. zijn er 14 boeken verspreid over het parcours. Met heel toepasselijke titels. Met heel toepasselijke heel, titels. Heel funny. Um, en die liggen, die liggen uh, strategisch op het laatste punt van de vallei en op het hoogste punt van de volgende berg. En daar ga je het nummer van, van, u, van die lus. Uitscheuren als pagina. Dus als je nummer 40 is, schoor je mm -hmm. pagina 40 uit. Yeah. Op het einde van de les heb je 14 pagina's en die geef je dan aan lezen Als dat goed gekeurd is, mag je voor je volgende les starten. Ja, ja, ja. Um, bijvoorbeeld, om een bepaald boek te vinden, beschrijft hij dan: ja, hey, um, Je komt uh, toe bij de, bij de samenkomst van die twee stroompjes. Als je dan terug kijkt, kijkt, zie je twee bomen op 30 um, feet, allee, op 10 meter van elkaar staan, onder de boomstam van die. Allee, onder de wortels van die rechtse boom ga je het boek vinden. Dus je loopt dan tot aan die twee stroompjes die samenkomen, je kijkt achter u en hij staat in een bos. Dus elke boom staat op 10 meter van een andere boom. Dus dan, dan zit je daar ook, ja. Allee, en, en het zijn dan veteranen die weten, ja, meestal legt hij het boek hier of... of allee, dat is concreet hetgeen die het moeilijk maakt in zijn beschrijving. Alleen als ik die, 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 die een uitleg lees van, van hoe dat je de lus moet, moet vervolledigen... Je hebt toch die adviezen nodig van degene die het al gedaan hebben. Van, kijk, wat bedoelt hij hiermee? En, en mm -hmm. dat, zijn, dat zijn die moeilijkheden in, in de manier waarop dat hij het beschrijft. Van, ja, het zijn heel vage omschrijvingen soms of op bepaalde terminologieën van testicle spectacle. Ja, als je ja. niet weet wat dat, dat is, uh, ja, dan, dan vraag je aan de veteraan: oké, okay, op de kaart, wat is testicle spectacle? Uh, en, en zo leer je bij en, en, ja. en, en die want die, daan... hebben, die hebben allemaal zotte namen ja, Red ja. Jaw, Pillars of Doom he? want daar zie je zo echt zo van die rotsen, waar je echt over moet lopen ja, ja, ja. zo van die letterlijk bijna pilaren in de natuur mm -hmm. Testicle Spectacle wat, wat was eigenlijk het, wat vond jij het hardste stuk was dat dat stuk met die doornen is dat het meest gestoord? het zijn overal doornen dus, ja. Uh, ja. Oh, okay. <laughs> uh, die zijn gewoon volledig verspreid over het parcours ja um, er zijn stukken die nog wat technischer en nog wat moeilijker zijn en, en nog wat steiler dan, dan andere stukken. Um, ja, in, een van de hellingen bijvoorbeeld is, um, is de budslide. Als je die per half doet, ja, het is het zodanig stijl dat je gewoon per half glijdt. Ja. Na drie lussen doe je dan de andere richting. Als je dan zo'n modderige helling op moet kruipen, ja, dat is dat is zo zwaar. Iedere stap vooruit glijd je er twee terug. Dat is vasthouden aan, aan struiken, aan, aan, aan doorntakken. Om nog maar iets van van vast te krijgen. Uh, maar die hellingsraad is, is, is enorm. Alleen ze zijn ook altijd: het is de ene wedstrijd dat je je niet voor moet bukken om de grond te raken. Omdat dat gewoon ja. zo steil is. Allee, je kunt ja, gemiddeld 40 graden, allee, 40% van, van helling. Dat is gewoon dat is absurd. Uh, ja, dat merk je uh, al als je met een auto een, een helling yeah. oprijdt van 6% of <laughs> ja, zo. Dan ja, voelde ja. dat al, dat laat staan ja, dat je, of, dat of je like zoiets zo. doet. Ja. De, de Koppenberg bijvoorbeeld, het steilste stuk, dat is. Dat is uh, 14%, 14 uh, oh, ofzo. De muur, ja. denk ik, van Gerardsberg, was dat 20% ofzo? No, Ietsje of meer, 20. 20. ja, Maar dan staan, ze, ja. dan staan ze me nou recht. Ja. Iets dat ook, want je hebt ook nog zo'n andere heel toffe documentaire, uh, is dat Gary Robbins, mm -hmm. uh, Where mm -hmm. Dreams Go to Die. Mm -hmm. Mm -hmm. Eigenlijk op een bepaalde manier ook uh, veel dingen daar terugkomen. Nu, die, die boeken worden door hem gelegd. Mm -hmm. Hoe, uh, en dit is uh, niet, zo van, waar zou het beter kunnen, maar hoe komt dat toch, dat als je... In, bijvoorbeeld in ronde 3 of 4 mm -hmm. zit, je hebt dat dan eigenlijk al 3, 4 keer intens ja. gedaan, dat mm -hmm. dat toch soms voorkomt dat mensen zeggen: Ja, ik vond een boek niet. Dat ja. is, is bij mij ook gebeurd. Dus het belangrijkste is. Maar les... ze liggen toch op dezelfde plek? Ja, he, altijd. ze liggen op he, dezelfde ja. plaats. Je krijgt ja. iedere keer een nieuw startnummer en moet uit hetzelfde boek een nieuwe pagina scheuren. Um, ja, het belangrijkste is: le, voor les 1 heb je 12 uur de tijd. He. Dus. Je kan daar niet zoveel onder gaan, hè? ook al bij, uh, bij de eerste. Het gaat nog negen of tien uur zijn dat je het doet over een lus. Dus de eerste lus doe je standaard overdag. De tweede lus doe je standaard s'nachts. Dat is al volledig iets anders. Alleen mm -hmm. iets die logisch leek overdag, zie je niet s'nachts of, of komt helemaal anders over. Lus drie doe je dan overdag tegenwijzers in. Volledig een nieuwe mindfuck opnieuw. Je herkent weer niets meer. Lus 4 doe je s'nachts tegenwijzers in, dus opnieuw dag-nacht verschil. Mm -hmm. en, en tegen Lus 5 uh, ben, je, ben je 50 weet, uur weet bezig. En, en, meer, dan, dan weet het allemaal ja. niet meer. Ja, ja. Dus dat is de moeilijkheid. Het is iedere keer dezelfde boek, maar of dat je een beklimming doet en op de, punt, allez, op de top van de berg ligt het boek, dat is veel makkelijker dan ga nu op, op kompasgraad uh, 24 naar beneden. En als je de ene graad afzet, zet je wel 500 meter. Ja. Naast het boek, op de, als je de helling afgedaald hebt. En dan maak het dan moeilijk want dan kom je daar in een, in een, in een gebied terecht. Ja, je denkt dat je juist was, maar je, je herkent niets. En, en dan was het, ja, ben ik nu links van het boek, ben ik rechts van het boek? En dan maak het zo moeilijk. Uh, maar voornamelijk, ja, nacht, dag en, en wijzers in, en tegenwijzers. En in, ja, ja, ja. ja. Ja, tuurlijk. Dat klinkt heel logisch als je het nu uitlegt. Want mm -hmm. dan was ik ook aan het denken van. ene keer dat je weet waar ze liggen, dan mm -hmm. weet dat toch waar ze ja. liggen. Maar ja, dat ja. Is natuurlijk er zijn altijd een paar makkelijkere boeken, ja. maar, maar een paar boeken blijven moeilijk. Nog iets dat, dat me ook opvalt, en dat, dat komt ook in uw documentaire, maar ook in die, uh, Gary Robbins en ook eigenlijk in de film, is dat. Zeker als, hé, als, als lopers hun eigen documentaire maken, dat je niet alles mocht filmen. Mm -hmm, mm -hmm. Denk de, ik weet ook niet, dat documentaire, dat herinner ik me nu niet meer. Zijn er bepaalde dingen die, die jij alleen weet omdat je ze gezien hebt, die eigenlijk niemand kan zien als je het puur op documentaires ja, moet ja, afgaan? Dus, kon, alleen, wat dat zij met die documentaire gedaan hebben, is, is echt fenomenaal. Want je, je beseft het niet als kijker, maar er is eigenlijk 1% van de beelden zijn tijdens de wedstrijd genomen en al de rest is op, in het kamp. Of op die ene plaats waar dat er mag gefilmd worden. Al de rest is verboden terrein. Uh, de rest van het jaar en, en tijdens de wedstrijd ook. Dan mogen enkel de lopers... Tot een paar jaar terug mochten zij nog een GoPro meedoen. Nu mag je niets meer van elektronica meedoen. Dus eens dat je het kamp verlaat, ben je in, in niemandsland. En, en is het enkel die, die lopers die het al een keer gedaan hebben. Of degene waar je bij loopt, die weten waar je bent. En, en, en hoe nee. mooi is het? is het? Het is, is wel het... mooi, ja. Het is echt... Uh, ja. Het is natuurlijk... Ja, in de winter nog, dus er staan nog geen blaren aan de bomen. Maar het is, het is wel heel ruig, maar heel mooi. wel. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. Want uh, ik merkte ook toen dat jij um, uh, met uw documentaire, dat jij mm -hmm. eraan kwam en dat dan uh, Jared Campbell er mm -hmm. was, die dat het drie keer heeft uitgelopen. Ja. Ja. Is dat intimiderend op dat moment? Is dat iemand waar je naast en denkt: God damn it, man, deze ja, is ja. echt helemaal gestoord? Of? Dan, ja, dan moet je er echt geweest zijn om te beseffen wat voor. Allez, die mentale sterkte van, van Jared is, ja. is allee, om drie keer de Barkley te finishen. Dus ja, mensen die de documentaire gezien hebben, weten dat. Maar ja. Lazarus, iedere keer als er iemand finisht, voegt hij een extra twist toe of een extra helling toe. Waardoor dat jaar daarna weer nog iets meer op die limiet zit van is het mogelijk of niet. Mm -hmm. Als je dan als atleet drie keer kan finishen en je hebt zelf eens twee of drie lussen gedaan op de Barkley, dan... Dan uh, ja, kan je op je knieën gaan zitten en, uh, mm -hmm. en um, um, ja. Ja, dat is, ja, dat is ongelooflijk. Mm -hmm. He, de, want ik, ik vraag me dat dan ook even, je gaat daar aan meedoen. Je hebt al al die waanzinnige dingen gedaan die je mm -hmm. gedaan hebt. Je hebt al records gelopen, je hebt alles gedaan en je loopt die eerste lus. Mm -hmm en je komt dan naar die eerste lus heb je dan een gevoel van, oh my god eerst moet ik nog vier keer gaan doen is dat ja. zo, want, want wat was daar voelde je direct een verschil toen je daar mee liep van, ja, jesus tis, christ, tis, wat tis tis is dit het, he. ja. het is echt zwaar ja, ja. Ja. Um, ja, in het begin allee, dat navigeren is ook zo belangrijk het was eigenlijk pas na, allee, of al na, na vier, vijf uur dat ik, dat ik verdwaald geraakt was ja. en dan dacht ik wel, van ja ga ik een van die van die, allez, er wordt veel gelachen natuurlijk tijdens de Barclay van hey, ook recordhouders die dan na twee pagina's verdwaald lopen en veertig uur later uh, ja. teruggevonden worden of, of terugkomen in het kamp. Ja. Dan dacht ik van ja, ga ik een van, van die grappige anekdotes worden. Ja. Nee, nee. Ja, de Belg gaat hier ook kom. een keer <laughs> ja. uh, komen doen. <laughs> ja. uh, maar als je dan die eerste les doet, enerzijds zijn ja, zij al trots van... Ja, de helft duurt het al niet, die eerste lus. Ja, dus, ja, 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 ja. De helft is al, is, heeft al gestopt. Mm -hmm. um, dus ja, enerzijds besef van, holy shit, het is wel pittig allee, en, ja. en, en, en zwaar. Um, maar ook al direct van, oké, okay, het is al gelukt, die eerste lus, nu, nu komt die zware nacht eraan, en, en oké, okay, ik denk nog niet aan, aan lus drie, vier en vijf, maar gewoon lus twee, en eigenlijk zelf terug opnieuw opgedeeld van, oké, okay, het eerste boek ligt daar, en, en dat is mijn, mijn eerste doel, en, ja. en niet te ver vooruit, denken ook. Want het gaat ook een moment dat je lus 3 doet en je bent naar het kamp aan het lopen en je hebt eigenlijk gezegd van, uh, hè, want dat is misschien ook nog een klein pittig detail, als je besluit van te stoppen voordat je de vijf mm -hmm. lussen gedaan hebt. Hè. Als je er 3 doet, dat heet de funrun, mm -hmm. wat ook al een onwaarschijnlijke prestatie is. En wat een denigrerende titel is dat ook. Alsof dat je zo'n toerist bent die ja, er ja. zo wat, Ja, die ja, deed wel mee voor ja. de lol, maar dat was niet voor echt. Mm -hmm. Maar um, dan wordt er taps, hè, pa, ja. pa, pa, gefloten op een mm -hmm. soort bugle, hè, wordt ja, dat ja. gespeeld voor de mensen die opgeven. En jij wordt eigenlijk bereid na drie om te zeggen, ik wil taps horen. Mm -hmm. hè. Mm -hmm. En je kwam aan in het kamp, want dat had dat er straks al aangehaald, van dat niet stoppen in comfort. Mm -hmm. Dus jij kwam daartoe, jij gaat zitten, jij denkt, ik kan dat doen, en wat is er toen gebeurd? Want uw ja. vrouw en Joren waren er op dat <laughs> zij moment. Zij waren daar en dat, dat was er dan gebeurd, zei zij zeiden... Ja. Uh, besefte wel wat hij zegt. Uh, vergeet me maar direct en hier een nieuwe rustzak en vertrek maar terug. Allee, ja. Ik had ook op voorhand gezegd, allee, enerzijds tegen mijzelf, van ik doe het niet uh, opgeven in het kamp, of als er nog tijd is voor de volgende lus, al is tien seconden, ik vertrek. Uh, maar dan toch, ja, dat mentale spelletje ook terug van de lijst, van die funrun, dat is een enorme prestatie. En hij zorgt ook wel dat dat al mentaal zwaar wordt, van oké, okay, ik heb de funrun dat is oké okay voor dit jaar en, en die mentale, uh, dat begint in je hoofd te spelen: van, hey, dat is al iets om trots op te zijn en, mm -hmm. en dat is voldoende voor dit jaar. Maar de echte wedstrijd is die vijf lussen. En ja, enerzijds, door een deel van die derde lus met een veteraan te lopen, die zei: het is onmogelijk, we zitten te ver achter op schema, is dat beginnen spelen in mijn hoofd: van ja, die heeft wel gelijk, het is een veteraan, ik ken mm het -hmm. terrein, uh, het gaat effectief niet lukken. En, en, en als ik al de limiet haal, die vierde lus, s'nachts, dat, dat lukt mij toch niet. En ja. in die mindset kwam ik eigenlijk toe in het kamp. Maar dan gelukkig, Joren en mijn vrouw, die mij direct konden wakker schudden en die, die zeiden van, ja oké, okay, hij gaat vertrekken en dat is je enige optie. Eh. Wat ja. voelde dan, als je dan, want je hebt dan eigenlijk al, hoe lang heb je dan, na nou, ronde drie, hoeveel uur heb je dan al niet meer geslapen? Um, gemiddeld? Dus drie keer 12 uur, dus 36 uur ben ik dan bezig. En ja. um, hoe helder ben je dan nog? Dan begint het wel, uh, dan begint het wel te komen, die, allee, en wat komt er dan eigenlijk? Want dat wil, dat wil ik ook wel eens weten. Ja. Ik ben nog nooit zo lang niet wakker geweest. Ja. Ja. Wat begint ja. er dan te gebeuren? Ja, dat begint klein met... met allee, in, in de documentaire toon ik het ook. Op, op plus drie, ja, plots zo een beetje beginnen verliezen mentaal. Zo van, oké, okay, ik had een uur lang het gevoel dat ik aan het wandelen was. Ik kan niet meer door dat ik in een wedstrijd zat. En dan plots kom ik zo terug van, oh shit, ik zit hier wel in, in de Barkley. En, en ik moet hier wel mm -hmm. voortdoen. Dat is iets kleins, ja. Dat, dat, van die vermoeidheid die, die begint... Op te pikken. Naar LUS 4 en 5 toe begint dat dan echt richting ja, hallucinaties te gaan, uh, stroompjes beginnen stemmen te worden. De blaren die ik zag werden uh, afbeeldingen van presidenten en, en um, dat begint echt een totale mindfuck te worden. Alleen dat is ook een deel van de, van de leuke historiek van de, van de Barkley is van wat is er al allemaal gebeurd in die vijfde lus, waarbij mensen het echt mentaal beginnen te verliezen? Mm -hmm. Om een voorbeeld te geven, het was een Andrew Thompson, die ook record had in het verleden op de Appalachian Trail. Begint zijn vijfde lus, perfect mentaal in orde. Iedereen denkt hij gaat dat hier finishen. Drie uur later denkt hij dat hij een vuilnisman is, dat hij, die vuilnis aan het ophalen is. En zes uur lang heeft hij echt het gevoel dat hij vuilnis aan het ophalen was. En, en, en nog een keer, twee uur later. Doet hij zijn schoenen uit en, en zit hij met zijn blote voeten in een plas modder, en, en weet hij gewoon niets meer wat dat hij aan het doen is, waar, waar dat hij mee bezig is. Mm -hmm. En dan, ja, die hallucinatie heeft, heeft bij hem 7 of 8 uur geduurd, totdat hij dan plots een bordje zag met een herkenbaar punt van, van een Barclay, en dan kwam het allemaal terug: van, oh shit, uh, ik zit, ik zit in een, een Barclay. Ja. En, en dat zijn verhalen die, die blijven terugkomen van ja, die extreme fysieke inspanning en, en die mentale uitdaging. Mm -hmm. Fysiek kan ik er nog in komen dat, dat het finishbaar is, maar dat mentale je zit nog altijd te navigeren je geen moment op automatische piloot, want tien minuten later ja, sta je verloren in het bos en denkt je van, oh, waar ben ik hier? Je moet altijd blijven denken, oké, okay, ik ben hier op de kaart, ik ga nu hier en nou, hoe corrigeerde bent. dat eigenlijk? Als je fout ziet, dat is puur kompasgewijs Kompassen dan? Kompasgewijs, ja. Dat ja. is echt letterlijk en dat je zegt, ik ben nu zo, ik, ben nu, ik voel nu als ik naar mijn kompas kijk, dat ik, ik zoveel dat raad, of zin ja, van waar dat ik moet zijn. Dat, en ook, die bergen zijn extreem. Dus een bergkam, links is het 40%, graden, 40 naar beneden, rechts ook. Dus als je op de kam zit, weet je dat je op de kam zit. Dus ja, ja. je kunt wel deels dat aspect een beetje uitschakelen, de keer dat je de juiste kam gevonden hebt. Kun je wel een uur lang klemmen zonder te twijfelen dat ja, ja. ik nog juist ja. maar, uh, maar, als je, dus, je, maar je zit eigenlijk constant aan het corrigeren. Dus ja, ja. Het, en en ja. hoe gevaarlijk is het eigenlijk? Ja, zeker s'nachts denk ik ja. dan. Ja. Met dat Je zijn. Zo'n lamp op, voilà, op ja. kop. Ik wil zeggen... <laughs> Ik wil zeggen, want er, hey, er wordt ook altijd hey, het, 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 het offer, hey, het, mm -hmm. dat is dan ook zo... The human sacrifice. Oh. Maar, wat, heel, wat heel grappig is. En, wat ja, dat even uit, wat dat Ja, is, dus en eigenlijk is... uh, degene die... Uh, het is dus inderdaad heel moeilijk om mee te doen. Je voelt mm -hmm. ook wel dat er een soort... Het is een beetje de best of the best, maar mm -hmm. Lazarus leek een heel goed gevoel voor humor. Mm -hmm. En start nummer één wordt niet door de, aan de beste gegeven, maar eigenlijk aan degene waarvan je mm -hmm. denkt dat het nooit zal halen. Ja, hey, ja. Die wordt dan ook het, ja, het, ja, de, het offer geweest. Ja. Dus, hey. mm -hmm. Nu... Hij zal, hey, hij zal ook wel weten dat hij nooit in, in een gevaarlijke positie kan mm -hmm, komen. Mm -hmm. um, wilt dat eigenlijk zeggen dat je echt wel een geoefende moet zijn? Is het... Ja, want. Die sacrifice, allee, dat is altijd een grappige anekdote, maar dat zijn absoluut geen sukkelaars. Je kent die documenten. Ah nee, 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 nee. Oh, nee, want dat leek wel want, een beetje in de documentaire. Nee, allee, ja. de, die, de, de, de documentaire die, die de nummer één kreeg, dat is een Navy SEAL. Ja, dat ja, is, is zo'n... Een, mar ja, ja, ja. een mariner, bed, ja. die heeft in Afghanistan gezeten, heeft al die fysieke trainingen van het Amerikaanse leger gedaan, maar laatst dacht, specifiek bij die persoon, je hoort hier niet thuis... Misschien op basis van kaartlezen of effectief, hij is direct verdwaald geraakt. Allee, hij was als eerste weg en, en mm -hmm. tien uur later uh, is hij verdwaald ergens random in Tennessee. En, en, <laughs> uh, dus die, die, die sacrifice is ook een, een topatleet, heeft ook zijn, zijn strepen verdiend. En, en zijn, allee, um, iedereen heeft zijn, zijn achtergrond nodig om te mogen meedoen. Hij les gaat ook niet zeggen van. Ja, je moet verplichte regenjas meedoen en verplichte nooddeken. Hij zegt: doe mee wat je wilt, maar je moet zelf-extraction doen. Dus als er iets gebeurt, moet je zelf terugkomen. Hey, wij gaan u niet gaan zoeken. Mm -hmm.